vrienden, moet me toch nog even iets van het hart. Ja, echt. En ik loop er al 1 of 2 dagen mee en ik denk alleen maar bij mezelf. Ik moet dit gaan zeggen, want ik weet gewoon met wat ik nu ga zeggen, dat ik zeg maar alles onder de rivieren, die vallen allemaal over mij nu. En die worden woedend en boos en kwaad en hey, tot je dienst, je gaat je gang maar. Ik vind, en vrienden, en ik vind dat je op dit moment gewoon geen carnaval kan vieren. Dat vind ik gewoon, ja. En wat iedereen daar verder al, dat maakt me niet uit. En natuurlijk komen ze allemaal met excuses. En dan zeggen ze, ja, alles onder de rivieren. Ja, we hebben al 2 jaar lang, Harry, hebben we geen carnaval kunnen vieren. Ja, nou, so what? So what? Ik bedoel, dan vier je het 3 jaar niet. Of je doet het een andere keer, of je doet het over een half jaar, of dan haal je het in. Op dit moment vind ik dat je het niet kan doen, gewoon. Om daar een beetje. Hoe kan dat nou, vrienden? Als je nou de beelden ziet. Je kijkt naar de beelden die je op televisie naar de Oekraïne. En je ziet die verschrikkelijke bombardementen op al die steden. En je ziet al die bommen komen. Je ziet al die beelden uit die flats gedraaid. Je ziet die bommen vallen gewoon. En je ziet die lijken op straat liggen. Ik bedoel, vrienden, het is toch werkelijk. Oh, en dan ga je zeggen van, feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Hoe kan dat nou? Hoe? Dat kan ik me dus niet voorstellen, vrienden. Dat je dat doet. En het gaat er dus niet om of je excuses vindt. Zo van, ja, maar als we het niet doen, ik bedoel, helpen we daar dan die mensen mee? Daar gaat het niet om. En of de carnavalsbonden het goed vinden, daar gaat het niet om. Jij kijkt naar beelden op tv en je ziet daar dus die treinen op die stations komen. Alsof de Tweede Wereldoorlog weer is begonnen, want daar kennen we die beelden van. En je ziet dat. En je ziet daar vrouwen huilend met baby's op hun armen. Die weg moeten. En die moeten hun man achterlaten. En die mensen die worden allemaal in die treinen gepropt. En dit soort verschrikkelijke beelden. En dan denk jij bij jezelf, zakjes lekker door, zakjes lekker. Dat kan toch niet, vrienden. Dat zakjes, dan kan je. Dat staat toch haaks op elkaar, beste mensen. Het gaat niet om excuses. Het gaat ook niet wat anderen vinden. Het gaat om jezelf. Jij moet van jezelf dan denken, als je al die beelden hebt gezien van die verschrikkingen. Kan ik dit maken? Past dit wel? Kan ik je gevoel? Je gaat gewoon je gevoel na, je gevoel af. En je denkt bij jezelf, kan ik dit nou wel doen? En dan is het antwoord gewoon heel simpel, nee. Nee, dat kan je niet doen.